De directeur der Belastingen, Ismaël Kalaykan, ziet de solidariteitsheffing als een manier om elkaar te helpen waar het economisch minder goed gaat in het land. Aan de brede schouders wordt gevraagd een extra bijdrage te leveren in het helpend gezond maken van de economie. Om even uit te leggen wat solidariteit is. Je bent solidair met iets. Dat betekent eigenlijk dat je het besef hebt, het gevoel hebt bij elkaar te horen. Hè? En elkaar te moeten steunen. Dus omdat we beseffen en weten dat we bij elkaar horen, en dat beseffen we ook, zeggen we steunen elkaar. Daarom zijn we solidair met elkaar. En we willen steunen omdat we weten dat het allemaal krapjes zit. We weten allemaal dat de samenleving het moeilijk heeft. Iedereen moet steunen. En de ene steunt door aanwezig te zijn. En de ene steunt door misschien op een goede manier zijn of haar stem te laten horen. Maar financieel moeten we ook steunen. En dan heeft de overheid gezegd, de regering, Granlanti Tachi, de Wan Bijanuang, met de potjip Timoro extra. Dus zo is dat ding. Met andere woorden, de brede schouders vragen wij om een extra bijdrage te leveren. Ja. En dan kun je natuurlijk vragen, wie zijn die brede schouders? Wel, om die vraag te beantwoorden moeten we een hele analyse doen en onderzoek doen. Want wat voor die ene grote schouder is, is voor die andere geen brede schouder of omgekeerd, weet je? Als je in een groepje zit, alleen maar miljonairs, dan noemen we maar een Bijano. Dan zijn ze gewone mensen, toch? Dus om dat soort discussies te voorkomen, heeft de overheid, de regering, op basis van een aantal analyses gezegd, maar, weet je, we trekken die grens bij 150.000 per jaar. Als je 150.000 inkomsten hebt per jaar, dus tot van 0 tot 150.000, dan ja, nou ambidjano man. Dan nou actie extra steun. Maar zodra je 150.000, dan dacht ik, oké, okay, I want die 150.000, die 10% extra. Dus aan of aan 0 kom je, laten we zeggen, 200.000, nee. Als je 200.000 krijgt, dan zeggen we van 0 tot 150. Betaalt iedereen hetzelfde, zoals nu. Maar over die 50.000, een verschil tussen 200 en 150, dat we actie op 10% extra. Zoals je weet, in Suriname hebben we niet zoveel goede data. Hè? Dus duidelijke data. We baseren ons op wat wij hebben als Belastingdienst. Wat Subima heeft. We hebben hier en daar, nou kon dat ik hier en daar, dat klinkt een beetje, maar in ieder geval uit andere bronnen, statistiekbureau en zo, hebben we wat data verzameld. We zoeken gegevens, we podden elkaar, dan analyseer ik maar, dat ik oké, bij de ambtenaren is het ongeveer 150 mensen die dan zouden moeten betalen. En in de particuliere sector is het iets meer. Maar het gaat niet alleen maar om loontrekkers. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat iedereen die inkomstenbelasting betalen. Dus ook de Demazawa NV. De man dat moest, heeft de PSA-norm voor 150.000. Daardoor hebben we actie van 10% extra. Maar nu op de dokker, nu op de dat 10%. Want ik ga ook dok gaan 15%, toch? Maar nee, maar dat wil ik. Kijk,
normaal gesproken, over solidariteit gesproken, als je het besef hebt dat je een bijdrage moet geven, dan ga ik ervan uit dat minaf konsekuju, dat je pot in gewoon. Toch? Zo zijn we met elkaar, toch? Dat is die solidariteit. Maar ja, we zijn mensen onder elkaar. Want is mij vergeten dat hij me herinnerde. Dat is pijn. Laten we beginnen te kijken naar die belastingschijven. En dan misschien is het niet zo nodig om die koppeling met de BTW constant te houden. Omdat er ook inflatoire effecten, dus zeg maar ammonisch abi, ik kom Timor weinig. Hè? Wat je kon doen met 1000 SRD kan je dus steeds minder doen. Dus misschien is dat de noodzaak om te kijken naar die schijven. Dan ben je op en in schijf. Dat de massa in het systeem, ik kies op Timor ademruimte. Want als je dat in het systeem niet hebt, belasting toch? Dus ja, dat is een klagen. Want jij hebt daar geen recht om te spreken, zou ik zeggen. Ja. Als je onterecht in het systeem niet bent, hoor. Dus de massa verdient niks. Ja, ik bedoel, dan ben je ook niet in het systeem, toch? Maar als je ontwijkt of ontduikt, dan moet je wel dan niet klagen wanneer bepaalde dingen gebeuren vanuit de Belastingdienst. Laat me het nog een keer uitdrukkelijk zeggen. Iedereen die belasting betaalt en in het systeem is, inkomstenbelasting, loonbelasting, als je niet meer dan 12.500 per maand, zeg maar, ontvangt, waarover belasting wordt berekend, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Dan gaat u geen cent meer betalen. Als u die 12.500, zeg maar, overschrijdt, dan gaat u alleen maar extra betalen over dat gedeelte. A piste psa a 12.500. Ja? Maar let wel, die 12.500. Nou, is een grens. Dus die transma's heeft verdiend 12.500. En af de zodat de pay extra, want kan de awalo aftrekpost. Toch? Maar aangezien ik het niet voor iedereen kan uitrekenen, want iedereen heeft een persoonlijke situatie, zeg ik voor het gemak die 12.500. Dus die mensen die meer dan 12.500 verdienen, laten we zeggen, je bent in dienst, hè? En elke maand krijg je meer dan 12.500, dan ga je een beetje voelen, ja. Ik heb een aantal berekeningen uitgevoerd zonder om, laten we zeggen, ik heb geen rekening gehouden bij die berekening met allerlei persoonlijke aftrekposten. Ik heb gewoon de basis genomen. Ik heb gezegd, je verdient een x-bedrag. Iedereen heeft recht op een kostenaftrek van 4% met een maximum van 100 SRD. En iedereen heeft recht op een belastingvrije som. Dat wil zeggen, die belastingvrije som, die eerste 2646 per jaar is niet belast. Daar betaal je geen belasting over. En wat overblijft, ga je belasting betalen per schijf. En waarom is het per schijf? Omdat het belastingssysteem is een progressief systeem. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Dus er zijn schijven. Je kunt ze net als boksen zien, hè? Dus want dosu jama. Je verdient wat money, dan je lukt dat je voorraad dosu die zien. De alazans zijn in na dosu die zien. 8%. De evansan niet tabra, dan je kunt na tweede dosu.
Dan gaan we die tweede schijf vullen. En daar betalen we 18% over. Is er nog iets over, dan gaan we naar de volgende schijf enzovoorts. En al die uitkomsten, zo berekenen, tellen we bij elkaar op. En dat is uiteindelijk je belasting die je moet betalen.